Via Cultura Weekend Magazine met Shanti Singh over haar roman De Kier. Presentatie Gert-Jan Kleinpaste. Dames en heren, welkom bij Via Cultura Weekend Magazine. We waren er 2 weekjes even uit in verband met corona-perikelen. We zijn er gelukkig weer. We hebben vandaag 4 hele leuke gasten. Tweede helft van de uitzending gaan we de geschiedenis van Dordrecht in met Ad Bos en Jan-Willem Boezeman. Maar we beginnen de uitzending met Joyce van Zadenhof. Welkom Joyce. En Shanti Singh, ook van harte welkom. Van buiten Dordrecht, dus dat we even rijden vanochtend. Dat ging allemaal goed? Dat ging allemaal prima. Hartstikke mooi. Ja, Shanti, we hebben jou uitgenodigd omdat ik een heel boeiend thema en een waarschijnlijk even indrukwekkende roman langs zag komen van jou, De Kier. Volgens mij niet je eerste roman. Nee, klopt. Het is mijn tweede boek. Mijn eerste boek verscheen in 2014, is dat alweer. En ja, dat was eigenlijk een heel ander type boek. Maar ook weer alles te maken met verborgen verhalen die ik zichtbaar wil maken. Mm-hmm. Bij mijn eerste boek ging dat om een verborgen geschiedenis. Mijn eigen familiegeschiedenis. Ja. Wat begint in India, dan doorgaat naar Suriname en dan door naar Nederland. En ik vond dat dat wel in een roman terecht moest komen. En in mijn tweede boek, ja, dat draait eigenlijk ook heel erg om verborgen verhalen zichtbaar maken. Ja, ja. En in dit geval heel erg verborgen verhalen van vrouwen in de grote stad. Die worstelen met allerlei dingen zoals onderdrukking of sociale druk, ja, of huiselijk geweld. Het was wel een heel aangrijpend thema wat dat betreft. Maar als we nog heel even kijken naar jouw eigen geschiedenis. Ja. Verteld in je eerste boek. Even voor de kijkers en luisteraars thuis. Wie is Shanti Singh en hoe is die familiegeschiedenis zo gelopen dat jij uiteindelijk in Nederland actief bent? Ja. Nou, ik ben zelf geboren in Almelo, waar mensen altijd een beetje om moeten lachen, want dat verwachten ze niet. Denk eens onmiddellijk aan dat beroemde citaat van Herman Vinkers. Ja. Klopt, klopt. Ja, dat hoor ik ook heel vaak. Dat is waar. Mijn ouders komen uit Suriname en mijn voorouders dus uit India. En ik heb me eigenlijk al best wel jong afgevraagd van hoe zit dat nou eigenlijk, ja, met die geschiedenis. En we waren ook een van de weinigen met een kleurtje daar in Almelo, dus die vragen kwamen toch al vrij snel. Ja. En nou ja, ik leerde dat niet echt op school bij geschiedenisles. Hoe zit dat nou met die nee, maar geschiedenislessen zelfs in Suriname gaan over Nederlandse geschiedenis, niet eens, ja, over Surinaamse geschiedenis. Dus Nee, dus dat was nogal een black box voor mij. En ook in de familie vonden ze het ook maar raar als ik vragen ging stellen. Mm-hmm. Want zij zijn dat niet gewend om daarover te praten. En vonden het maar een beetje gek dat ik achterom wilde kijken en niet vooruit. Want dat, ja, is denk ik ook echt iets wat hoort bij migratie. Je richt je op vooruit. Richt je op de toekomst. Je richt je op de toekomst, ja. En jouw toekomst bracht jou op enig moment volgens mij naar Rotterdam in ieder geval. Klopt, maar, ja. Hoe lang woon je daar al? Ik ben naar Rotterdam gegaan op mijn 18e om te studeren. Bestuurskunde aan, mm-hmm, de Erasmus Universiteit. En ik voelde me eigenlijk al heel gauw thuis, ja, in Rotterdam. In die diversiteit en energie en dynamiek. Dat was meer een soort gevoel. Het is iets meer een culturele smeltkroes dan Almelo. Nou, dat zeker. Ik heb ook gewoond in Alphen aan de Rijn. Ja. Dat was al iets iets anders. Maar Rotterdam, dat was in één keer, daar voelde ik me thuis. Dat, ja, was wel heel fijn. En jij werkt volgens mij nu ook voor de gemeente Rotterdam. Ja, ja, klopt. Daar ben ik als bestuurskundige actief. Nu als senior beleidsadviseur voor de bredere aanpak van huiselijk geweld. Maar ook emancipatie en stoppen van geweld tegen vrouwen. Mm-hmm. Dus nou ja, de verhalen die ik daar hoorde en ook de mensen die ik heb ontmoet, dat heeft me heel erg geïnspireerd. En dat leidde dus tot mijn, ja, tweede, ja, boek. Nou, de hoofdpersoon uit De Kier is ook een ambtenaar. Ja, klopt. Die met die thematiek bezig is. Dus, ja, dan ligt de vraag voor de hand hoeveel autobiografische kenmerken erin zitten. Of in ieder geval hoeveel dan wel geanonimiseerde kenmerken uit de eigen werkpraktijk in, ja, het boek verstopt zitten. Ja, nee, ik heb me zeker heel erg laten inspireren door mijn werk. En nou ja, ook omdat ik zelf misschien ook wel reacties krijg
op hoe ik mijn werk doe. En omdat ik ook wel vaak word omschreven als atypische ambtenaar, dacht ik, nou, het is wel leuk om dat soort elementen ook in het personage te stoppen. Wat is een atypische ambtenaar? Ja, dat weet ik zelf ook niet. Ik doe gewoon mijn werk. Maar ik word wel vaak omschreven als atypisch. Ik denk omdat ik... ik werk heel erg veel met verhalen uit de stad, met mensen. Ik ga heel erg de stad in. Dat is denk ik niet heel erg atypisch, maar misschien de manier waarop ik dat aanvlieg. Dat, het wordt vaak wel gezegd als positief, hoor. Niet als, negatief, maar wel als anders. Ja, maar jij probeert nadrukkelijk verbinding te leggen met dat wat je in de stad ziet gebeuren en dat wat je op het stadhuis achter je bureau daarmee zou moeten doen. Ja, zeker. Ja. En wel op een tamelijk lastig en moeilijk onderwerp. Ik bedoel, huiselijk geweld, onderdrukking van vrouwen, het zijn nogal thema's. Ja, klopt. Hoe ben je zo met die thema's geëngageerd geraakt? Ik denk het bredere thema van vrouwenrechten en ook de positie van de vrouw, daar heb ik me al... langer voor geïnteresseerd en dat maakt me ook al langer boos, eigenlijk al sinds ik wat jonger ben, dat ik, als ik bepaalde vormen van ongelijkwaardigheid zie of ook bepaalde dingen die ik ook in mijn eigen familie heb gezien, ik zelf niet, ik heb een zusje en wij zijn zelf heel erg vrij opgevoed en heel erg gericht op je ontwikkeling en ontplooiing. Maar ik heb ook gezien dat bepaalde familieleden, die werden toch meer gepusht tot een goede vrouw zijn en trouwen en kinderen krijgen. Dus dat maakt hem al boos. Maar dat wordt natuurlijk nog erger als dat ook overgaat in onderdrukking. Of echt ook druk. En, ja, en bedoel, je begint met de beschrijving een goede vrouw zijn. Dat klinkt redelijk positief. Ik bedoel, als je dat zo benoemt. Maar de invulling is nogal star, zal ik maar zeggen. Ja. En dus, alles wat heel rigide is, als het gaat om zo zou je moeten zijn, of dan ben je een goede vrouw of een goede man, dat werkt niet. Ja. dat vind ik gewoon te onvrij. Ja. En als we dan even gaan kijken naar het boek. Ja. De hoofdpersoon uit dit boek die met die thematiek bezig is. En begint zich ook steeds meer af te vragen hoe haar eigen situatie in elkaar zit. En dat levert wel een hele spannende parallel op wat dat betreft. Klopt. Hoe heb je dat zo, A, bedacht, B, uitgewerkt in deze roman? Ja, het hoofdpersonage, haar naam is Uma. En als je haar leert kennen, dan is zij echt een sterke vrouw van buiten. Ze is ambitieus, een carrièrevrouw. Maar als je verder komt in het boek, dan merk je dat zij ook heel erg worstelt. En dat zij thuis eigenlijk een schaduw van zichzelf wordt. Mm-hmm. En ook met allerlei vormen van sociale druk en onderdrukking te maken heeft. Daarmee wilde ik laten zien dat vrouwen van allerlei achtergronden te maken kunnen hebben met deze vormen van onderdrukking. Soms vergeten we wel eens dat ook sterke vrouwen, en dat doe ik even tussen aanhalingstekens, daar ook mee te maken kunnen hebben. Zij zet zich in voor vrouwen die heel erg geïsoleerd zijn, te maken hebben met huiselijk geweld. En op een gegeven moment kom je in het boek het personage Asha leer je kennen. En dat is eigenlijk het belangrijkste personage in het boek. Zij is een verborgen vrouw. En ik vond het heel erg belangrijk om haar ook in de ik-vorm te beschrijven. Zij is eigenlijk het hoofdpersonage van het boek. En ik denk dat je op die manier al die verschillende vormen van onderdrukking ook via deze vrouwen leert kennen. Het wordt invoelbaar gemaakt. Maar ik hoop dat je in het boek ook heel erg meekrijgt hoe sterk die vrouwen zijn. Ja. Want dat is ook wat ik heel erg heb willen meegeven. Dat is ook wat ik zie en wat ik soms ook mis in debatten over dit onderwerp. We hebben het altijd over slachtoffers, maar ik zie ook heel veel kracht. Dus als het aan mij ligt, zijn dat overlevers. Ja. Dus dat wilde ik heel erg benadrukken. Dat dubbele zit er wel in, want je vraagt je als buitenstaander, onbekend met de thematiek, toch af van hoe bestaat het dat vrouwen in zo'n isolement terechtkomen of dat ze zich dat laten welgevallen, dan ook maar tussen aanhalingstekens. Terwijl ze aan de andere kant inderdaad gewoon
ongelooflijk krachtig zijn. Ja. Dus die tegenstelling is wel heel boeiend. Ja. Ja, dat is eigenlijk ook wat mij heel erg fascineert. Ook, want eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de echte verhalen die ik heb gehoord, die zitten als het ware tussen de regels door, mm-hmm. verweven. Het is natuurlijk wel fictie, maar dat is ook wat mij heel erg raakt. Ook als mensen mij vragen naar mijn werk, van word ik daar wel eens verdrietig van? Natuurlijk word ik daar wel eens verdrietig van, maar ik word ook heel erg geraakt door de veerkracht die ik zie. Wat me concreet heel erg inspireerde voor dit boek was het verhaal van een vrouw die 8 jaar verborgen was. Echt heel erg geïsoleerd in Amsterdam. En als je haar nu ontmoet, het is een hele sterke vrouw. Ze is eruit gekomen. Ze heeft haar leven weer opgebouwd. En dat leert mij ook weer zoveel over de veerkracht die we hebben als mens. En dat kan. Dat is ook wel heel inspirerend natuurlijk. Ja, Joyce, is het een thema waarvan jij denkt van dat is een boek, dat moet ik gaan lezen? Sowieso. Ik vind het ook zo mooi dat je deze verhalen zo hebt gebundeld en er iets krachtigs van hebt gemaakt. Wat jij ook al zegt, dat sommige mensen die denken dat als je in zo'n isolement terechtkomt, dat je dan niet een sterke vrouw bent. En dat je het zeg maar jezelf laat gebeuren of zo. Maar dat is gewoon niet zo. En het is zo mooi dat je dat zo omschrijft in je boek. Oh, dank je. Ik ben heel benieuwd ook naar het boek zelf. Dus het boek, koop het, ga het lezen en... leer eruit, zou ik bijna zeggen. Want het zijn wel allemaal, als je naar dit soort verhalen kijkt, de verhalen die jij in jouw ambtenarenpraktijk dan ook meemaakt, het kan echt jaren voortduren voordat er echt iets verandert. Ja. En dat is wel heel ingrijpend. Zeker. Het is inderdaad ook vaak een kwestie van een lange adem. En soms onderschatten we dat, denk ik. Hoeveel, als je heel erg mentaal bent afgebroken, hoeveel tijd het kost om weer sterk te worden. Ja. Of hoe, dan zit je misschien in een onveilige situatie, maar het is wel vertrouwd en bekend. En dan kost het wel heel veel moed om daar weer uit te stappen. Want je weet ook niet wat je dan gaat tegenkomen. Nee. Dan moet je weer alles opbouwen. Dus dat vraagt wel wat. Je weet helemaal niet wat je dan weer in die gewone wereld te verwachten hebt. Ja. Ja. Als je nou kijkt vanuit jouw positie als beleidsambtenaar op dit gebied, op dit thema. Hoe gaat dat nou in de praktijk, in zijn werk? Hoe groot is überhaupt de problematiek? En hoe kom je nu stapje voor stapje zover dat je de mensen echt gericht kunt gaan helpen? Ja, als je kijkt naar het bredere vraagstuk van huiselijk geweld, dan zijn de cijfers best wel schokkend. Die zijn de laatste tijd ook vaak in het nieuws, dat het echt gaat om per jaar tienduizenden vrouwen die daarmee te maken hebben. En dat iedere 10 dagen een vrouw ook sterft aan de gevolgen van huiselijk geweld. Dat zijn best wel schokkende cijfers. Als we het hebben over verborgen vrouwen, dat is meteen ingewikkeld als je het hebt over cijfers, want het is een verborgen probleem. Er zijn wel schattingen van een paar honderd vrouwen in de grote stad, maar dat zijn schattingen. Het maakt het natuurlijk zo ingewikkeld omdat je het niet, omdat het niet zichtbaar is. Dus ik denk dat het daarom extra belangrijk is, vooral ook in deze coronaperiode, dat we goed op elkaar letten. En soms kan dat in iets heel kleins zitten, door gewoon contact proberen te maken of echt naar iemand te luisteren. Ja. Of als je iemand spreekt die niet zo heel erg goed het Nederlands beheerst, dat je toch het gesprek aangaat, ook al is het moeilijk. Soms zit het in hele kleine dingen. Als iemand zich even gezien voelt of gehoord, dan kan dat vertrouwen ontstaan om toch iets te laten weten. Kun je net weten. Een positief duwtje krijgen om daar mee te doen. Is het nou echt een probleem wat zich vooral concentreert in grote steden? Nou, dat denk ik eigenlijk niet. Maar daar is op dit moment wel het meeste aandacht ervoor. Ik denk ook dat verborgenheid kent natuurlijk ook gradaties. In de media horen we vooral de verhalen die heel erg uit de hand lopen. Maar er zijn ook minder erg wil ik ook weer niet zeggen, maar dat het minder zichtbaar is, omdat het ook niet in de media komt. Ja, ik moest heel even denken aan wat vrij breed uit in de media is geweest. In Drenthe, zo'n vader met een compleet gezin, wat jarenlang onder de radar bleef. Ja. Uh, um,
Terwijl dat dan toch in een redelijk kleine gemeenschap is waarvan je denkt van hoe kan dit ontstaan? Hoe kunnen mensen zo lang volledig buiten beeld zijn? Ja, dat wordt echt een gesloten bubbel eigenlijk. Maar ik vind het wel mooi dat je met dat voorbeeld komt. Want ik denk soms dat we ons heel erg richten op bijvoorbeeld de grote stad. En daardoor kunnen heel veel dingen uit beeld blijven, omdat we er überhaupt niet naar kijken. Dus het is wel belangrijk om die brede blik te houden. Wat ik verder wel een boeiende vind, want je geeft aan, probeer toch wat contact te leggen. Probeer dat wat jou opvalt in de buurt aandacht te geven. De grote stad heeft spreekwoordelijk bijna zoiets als, daar is de anonimiteit redelijk gewaarborgd. Mensen kijken weinig naar elkaar om. Steeds meer mensen kennen hun eigen buren niet. Dus hoe doorbreek je dan ook dat soort patronen, waardoor het gewoner wordt om dingen die je opvallen dan ook echt aandacht te geven? Ja. In het boek beschrijf ik ook de belangrijke rol van sleutelpersonen in wijken. Mm. Die dus wel heel bewust goed kijken naar wie zie ik bijvoorbeeld niet op het schoolplein. Of wie komt nooit eens langs. Dat is misschien een hele actieve vader, maar waar is de moeder? Hè? Dat is ook een kwestie van hoe kijk je daarnaar. En ik denk dat het voor iedereen ook wel goed is om af en toe uit je vertrouwde route in de stad te wandelen. Sla eens een ander straatje in of kijk eens anders. Ik denk dat we allemaal op een manier ook in een bubbel zitten. Mm-hmm. En als je daar af en toe zelf ook uitstapt, dan ga je ook anders kijken. Misschien naar elkaar of zie je weer nieuwe dingen. Ja, misschien überhaupt goed om regelmatig buiten je eigen bubbel Zeker. Te kijken. Ja, daar ben ik helemaal voor. Er zijn nogal wat bubbels waarvan ik denk dat worden parallele werelden. Die nauwelijks nog verbondenheid voelen met elkaar. Of die met modder gooien naar elkaar. Dus contact met dingen die net even buiten jezelf, buiten je bubbel, buiten je comfortzone liggen. Ja. Het lijkt me sowieso van groot belang. Absoluut. Ja. Je had het over sleutelfiguren die belangrijk zijn in zo'n stad. Wat doe je nou vanuit de gemeente Rotterdam om die sleutelfiguren daar ook bewust en ook competent op te krijgen? Vanuit de gemeente hebben we een training en intervisie, bijeenkomsten, dus van alles om de sleutelpersonen daarbij te ondersteunen. Maar we hebben ook wel gezien dat het begrip sleutelpersoon, eerst koppelden we dat heel erg aan vrijwilligers die heel actief zijn in de wijken. Maar eigenlijk kwamen we erachter dat iedereen dat kan zijn. Dus we hebben bijvoorbeeld ook wijkconcierges die training laten volgen, die helemaal niet zo bezig waren met dit onderwerp, maar daardoor heel veel hebben geleerd over de stad. Mm-hmm. Ook weer anders kijken. En zij zijn al heel actief op verschillende plekken. Dus als zij ook die blik van een sleutelpersoon ook met zich meedragen in hun dagelijkse werk, dan heb je al heel veel meer. En zo hebben we eigenlijk steeds meer mensen die het naast hun baan erbij doen. Dus dat je ook, als je leerplichtambtenaar bent of noem het maar op, dat je, het gaat er vaak om dat je bewust wordt van de problematiek en dat iedereen het kan signaleren. Ja. En dat vind ik zelf ook wel winst, dat je dat realiseert, dat het vaak gaat om die kennis, de bewustwording en dat je daar wat mee doet. En dat betekent niet dat je meteen de hele wereld moet veranderen, maar dat het vooral gaat om echt kijken en je ook bewust worden van die verschillende verhalen die langs elkaar heen kunnen leven in de stad. Ja, heel mooi. Wat ik heel plezierig vind is dat je er een roman van gemaakt hebt. Dus je biedt de lezer en het publiek daarmee ook een boeiend verhaal. En terwijl er toch een hele serieuze, belangrijke thematiek gewoon meteen meekomt in dat verhaal. Dus ik vind die formule ook wel Ja, ik geloof heel erg in verhalen, inderdaad. Ook dus, dat invoelbaar maken. En ik hoor inderdaad van veel mensen dat ze het niet weg kunnen leggen, want het is ook inderdaad gewoon een heel spannend verhaal. Dus bijna een thriller. dat is hartstikke goed. Je hebt wat lang gewacht om je tweede roman uit te brengen. alweer plannen voor een derde roman? Ja, dat komt.
komt wel wat sneller nu. Ik ben inderdaad bezig met verschillende ideeën nou uitwerken. En dat blijft ook weer in dat thema van die verborgen verhalen die ik meer zichtbaar wil maken. Mm-hmm. Maar het is nu nog niet helemaal duidelijk welk verhaal ik nu ga beetpakken. En ik heb ook verschillende verzoeken gekregen voor een kinderboek. En dat vind ik zelf ook wel heel erg interessant. Wilde ik altijd al schrijven als klein meisje, dus dat moet er misschien toch van komen. Nou ja, even een uitstapje naar, naar de kinderboekenwereld, die ook heel boeiend is, maar inderdaad wel anders. Ik hoop dat je daarna ook weer echt een verborgen verhaal beetpakt en uitwerkt. Ja. Ik vond het heel plezierig dat je hierover vandaag bij ons hebt willen komen vertellen. Ik hou hem nog één keer omhoog voor de camera. Shanti Singh, De Kier. Een boek dat ik zeker iedereen kan gaan aanraden. Shanti, heel erg bedankt voor je aanwezigheid. Ja, jij ook bedankt. In onze uitzending. En wellicht als dat kinderboek er is, dat we elkaar weer een keer treffen. Ja, dat hoop ik. Dankjewel. Okay.